Goed en slecht nieuws over de Amsterdamse plofkraken. Goede nieuws. Afgelopen week zijn weer twee verdachten aangehouden in verband met de reeks van 12 plofkraken waar we een paar weken geleden aandacht aan besteden. Het slechte nieuws. Afgelopen donderdagochtend was er weer één. Aan de Cornelis Schuitstraat in Amsterdam-Oud-Zuid bliezen criminelen een geldautomaat op. Ondanks het verwrongen staal kwamen ze niet bij het geld. Wel bliezen door brokstukken en druk de ruiten stuk bij winkels en bewoners in de buurt. Naast de forensische rechercheurs hadden ze ook de glaszetter een drukke dag. Jazeker, de hele straat ligt eruit. Ja. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, hè. Wat een klap, hè? Door explosiegevaar was de straat urenlang afgezet en mochten bewoners hun huis niet in of uit. Ja, het glas heeft er echt rondgevlogen. Nu aan de lijn, mevrouw Isaacs, is er niemand gewond geraakt? Nee, voor zover we weten gelukkig niet onder de bewoners. En of de daders gewond zijn geraakt, dat is niet duidelijk. Op dit moment gaan we ervan uit dat de plofkraak is gepleegd door twee personen met bivakmutsen op en een lampje op hun hoofd en die dus samen op een scooter waren. De daders zijn vermoedelijk gevlucht over de Valeriestraat richting de Amstelveenseweg. En we willen vanavond een dringend beroep doen op bewoners in en rond die Cornelis Schuitstraat om het bij ons te melden als ze iets hebben gezien van die daders. En de explosie was rond 3 uur afgelopen donderdagochtend. Ja, en we hebben inmiddels al meerdere camerabeelden gekregen uit de directe omgeving van de geldautomaat. Maar we zouden het ook heel graag willen weten als mensen camera's hebben hangen in de omgeving van de vluchtroute. Het zou natuurlijk kunnen dat daar misschien ook rond die tijd die twee personen op die scooter opstaan. En als mensen beelden hebben, ook bijvoorbeeld gemaakt op een telefoon vlak na de klap, dan mogen ze ons daarover bellen. Maar het is ook mogelijk om de beelden te uploaden via een tipformulier. En tips van inwoners van Amsterdam zijn echt super belangrijk voor ons om hier een eind aan te maken. Nou, duidelijke oproep. Dank mevrouw Isaacs. En u thuis vindt zo'n digitaal tipformulier op onze site. Of bel dus nu meteen de mensen van de tiplijn van de politie hier. We zijn er live. Als u nu gratis 0860 70 belt, dan krijgt u ze meteen aan de lijn.